Ik ben Benita van Roy. Ik vecht een catchweight op 54 kilo en ik kom uit voor Van Buhl Sport in Os. Ja, ik ben eigenlijk niet net zoals iedereen. Ik ben niet al heel jong begonnen. Ik was wel altijd heel sportief en ik wilde eigenlijk altijd wel, wat ik ook deed, wilde ik altijd wel iets in bereiken. Op een gegeven moment ben ik begonnen met kickboksen bij ons in het dorp. Kickboksen vond ik superleuk, dus daar was ik echt wel op gefocust op een gegeven moment. Maar het was het net niet. Nou, toen zag ik dus die film van Marloes en ik wilde haar gewoon, was heel erg graag, ik wilde haar gewoon zien. Ik wilde daar gewoon een keertje trainen. En toen had ik een PT geboekt. Ik heb een eerste les MMA gedraaid. En ja, ik was gelijk verkocht. Zij is een dorpje naast Veghel, ging ik elke keer naar Amsterdam. En op een gegeven moment ging ik vaker in de week. Ja, ik reed midden in de spits, dus ik moest echt al heel vroeg aanrijden, 4 uur. En ik was laat terug. Maar ja, ik had het er allemaal voor over. Ja, ik wilde er hier echt verder in. En alles had ik dus gestopt. En toen ben ik hier volledig op gaan focussen. Ja, eigenlijk vind ik alles echt heel erg leuk. Het is echt mijn passie, ook sessie denk ik. Ik ga echt al in. Ik vind het gewoon heel leuk om hard te trainen, hard te werken, te werken naar een doel toe. Gewoon, ik ben heel hongerig om telkens beter te worden. Het is zo breed, het zijn zoveel dingen. En ja, het is echt. Het zit altijd in mijn hoofd. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En als je dan, het is altijd in mijn hoofd. Ik ben er altijd mee bezig. Alles moet hier echt voor wijken. Echt alles. Eerste keer bij LFL. Het was mijn eerste MMA-partij. Ik weet nog goed dat ik die kooi daarin stapte. En ik was daar echt alleen en ik liep daar rond en ik dacht echt wauw. Ja, dit is echt wat ik wil. De eerste ronde toen, ik weet nog heel goed dat ik teruggelopen kwam naar mijn hoek. En ik dacht echt, kut, ik ben aan het verliezen. Nadia en Dwen waren mee. Die zeiden, nee, die gaan we nu niet doen. En ze, ja, we moesten even op mijn ademhaling letten. En ze gaven me tips, hey, we gaan nu dit en dit doen. Ik kwam wel in een positie terecht, in een armbar. Ja, en toen dacht ik wel bij mezelf, ja, je breekt mijn arm hier maar. Maar dan tap ik niet, dan vecht ik wel met eentje verder. Breken maar dat gaat dan zo snel door je hoofd. En toen kwam ik op haar rug en toen, toen werd ik wel, dacht ik echt, nou laat ik echt niet meer los. Ik denk niet dat je wil weten wat er dan in mijn hoofd omgaat, maar toen werd ik wel echt, toen dacht ik, knijp me helemaal af. Ja, toen had ik gewonnen en ja, super blij. Voor mezelf denk ik wel heb geleerd dat je niet nooit zomaar moet opgeven, dus niet opgeven. En ik denk dat ik misschien ook wel voor mezelf heb bewezen van ja, dit wil ik echt. Getekend bij LFL, ja, daar ben ik echt super blij mee. Ik ben heel erg blij dat we het contract getekend hebben daar. Ik droomde hier echt van om atleet te zijn, om een team om me heen te hebben. En ja, een contract en nu is het heel raar, maar nu gebeurt het wel. En het is echt wel ik heb een hele grote droom en dit is wel echt een stap dichterbij. En LFL gaat hier wel een heel mooi onderdeel in spelen, dus ik ben super blij met het contract. Ja, ik wil wel echt klimmen op de ladder. Dus ik wil echt naar het hoogst haalbare gaan. En natuurlijk UFC. En nu lach ik, maar ik ben wel heel dedicated. Dus ik train. Alles moet hier echt voor wijken. Ik vecht tegen Gracie Maia. Ik weet dat ze een striker is. Op de grond heeft ze een blauwe band. Hetzelfde als mij. Ik denk dat het een mooie matchup is. Als ik daar de kooi in stap, dan ben ik gewoon echt een andere persoon en ik ga echt all in. I am LFL fighter Benita van Roy. Watch me fight live in Amsterdam, February 18, only on Viaplay.
als je deze video leuk vindt, please abonneer. En dan zie je graag op 18 februari.